We hebben vandaag op 10 augustus in de middag de bevestiging gehad van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, het laboratorium, dat in navolging op de ingezette diagnostiek naar de bekende uitbraak die nu al een paar dagen speelt bij kinderen met koortsbraak en diarree, dat we bevestiging hebben gehad dat de verwekker van dit virus inmiddels bekend is, bevestigd is. En dat is het rotavirus. Het ministerie heeft inderdaad al gecommuniceerd met de samenleving, al op de hoogte gesteld. Maar het is goed om een update te geven over de situatie. We hebben dus gehad dat in de afgelopen 24 uur we nog steeds merken dat er een enorme toeloop is van het aantal kinderen, ouders met kinderen met deze verschijnselen. Bij het rotavirus, de verdenking was al dat het ging om het rotavirus. Er zijn maar enkele bekende ziekteverwekkers die dit beeld kunnen geven. En in principe heeft dus het nu dat we weten dat het om rotavirus gaat, is er in ieder geval een bekende ziekteverwekker. De behandelaren gaan dus ook de ondersteuning en de behandeling naar deze kinderen toe daarop afstemmen. En uiteraard is het belangrijk voor de epidemiologische analyse, dat je dus rekening houdt met de verspreiding. Een belangrijk karakteristiek, kenmerk van dit virus is dat hij bekend staat als een zeer besmettelijk virus. Besmettelijk, omdat het virus voorkomt in de ontlasting. Dus van een ziek kind heb je dus ontlasting. Kind, u weet, een kind gaat altijd aan de pamper, er komt ontlasting op de hand of op het lichaam. Gaat speelgoed aanraken of andere oppervlakten. En daarmee kunnen dus anderen besmet raken. Het is bekend dat volwassenen ook besmet kunnen raken. Eigenlijk ieder die in aanraking komt met het virus kan besmet raken. Alleen is het wel bekend vanuit de literatuur dat met name kinderen, jonge kinderen tussen 0 en 6 jaar, de meest gevoelige groep zijn voor het ontwikkelen van klachten. Volwassenen die kunnen ook best ziek worden, maar verloopt vaak mild. Maar een andere risicogroep die we niet moeten onderschatten, dat zijn de hoogbejaarden. Dus vanwege de lagere weerstand. Dus het is heel belangrijk dat wij vanuit het ministerie van Volksgezondheid, nu die informatie bekend is, de voorlichting gaan afstemmen op het rotavirus. We zijn al begonnen, we zijn bezig met een aantal filmpjes, een aantal voorlichtingfilmpjes, een aantal sketches, om de mensen in ieder geval bewust te maken van hoe je het kan voorkomen. Wat je moet doen, wat je niet moet doen. En dat komt de komende dagen, komende periode, zal dat duidelijk naar voren komen. Tweede is, wanneer je praat over voorkomen, want dat is nu belangrijk. Je moet uit die keten van besmetting stappen. Dus als je praat over voorkomen, dan is het allerbelangrijkste dat we de goede hygiënische maatregelen op nahouden. Simpelweg betekent dat je je hand op tijd moet wassen. Je hand op tijd wassen, gebruik sanitizer. Zeker als u op bezoek gaat op een plek waar er kinderen zijn, dat u dat ook meeneemt. Je kan geen rotavirus krijgen door te hoesten of andere dingen. Je kan wel krijgen als er gewoon besmet materiaal is en je gaat daar in aanraking mee komen en je besmet daarmee weer andere kinderen. Dus ook volwassenen kunnen dragers zijn. Ik heb zelfs berichten dat er een paar volwassenen zijn met dezelfde klachten, maar het verloopt vaak milder dan we zien bij kinderen. Waarom we zeggen dat kinderen nog steeds de belangrijkste doelgroep is en nu ook hoogbejaarden, is dat de uitdroging, het risico op uitdroging enorm groot is. Brakendiarree zorgt voor heel veel vochtverlies. Braak erbij alleen zorgt dat de persoon geen inname heeft, want alles wat je binnenkrijgt gaat er gelijk uit. Dus ik wil aangeven, we zijn drukdoende op de SEH. Wordt er op dit moment aparte plekken gecreëerd voor de opvang van kinderen. De toeloop is zo groot dat de huidige kinderkamer die we hebben niet voldoende is om de kinderen op te vangen. Maar er zijn dus voorzieningen. Verder hebben we meer mensen gemobiliseerd. Verpleegkundigen, maar ook ander personeel van andere ziekenhuizen gemobiliseerd voor meer handen. Een tweede interventie is dat wij vanuit het ministerie in overleg zijn met de huisartsen om ook meer toegankelijkheid te bieden aan de zorgvrager. Ook meer bereikbaar te zijn, zij het fysiek of telefonisch of virtueel. We zijn ook drukdoende nu bezig om de RGD-polies
enkele RGD-polies tot 12 uur open te houden. We hopen in de loop van de dag nog verder hierover bekendmakingen te doen. Maar de bedoeling is dat personen, ouders met kinderen die braken, koorts hebben en diarree, zich dus ook niet alleen naar de SEH hoeven te begeven, maar ook kunnen stappen naar deze verruimde polies, dus openingstijden, waarbij ook die hulp geboden kan worden. Die posten gaan dus in contact zijn met de kinderartsen, er is transport en het een en ander zal dus georganiseerd worden. Er is genoeg medicatie, genoeg ondersteunende infuusvloeistoffen. We hebben voorlichting gegeven over wat je moet doen om te hervullen. Het is niet alleen water, water aangevuld met de nodige mineralen, dus dat vind je in Diosol, Gatorade, verse vruchtensap en er staat ook natuurlijk hoe je moet vullen na elke poepluier of poeppemper een beetje lepels vocht te geven. Dus nogmaals, we zijn ook vandaag in de regeringsvergadering het een en ander bediscussieerd. En ik kan u zeggen dat de regering zich volledig buigt over deze situatie. Het is een zeer ernstige situatie die we zo snel als mogelijk moeten onderbreken. Anders kan je natuurlijk veel en veel besmettingen krijgen. Met uiteraard het risico dat je met veel besmettingen de nodige zorg en kwaliteit zal gaan ontberen. Wij hebben vooralsnog de situatie onder controle. Er is wel een uitdaging voor wat betreft de opname van kinderen. Maar ik doe hierbij een beroep nogmaals op ouders om zeer alert en waakzaam te zijn. En ik doe een beroep op de zorgverleners, in deze de huisartsen, om veel meer toegang te bieden aan uw patiënt die kind heeft met koorts, braken en diarree en ook de nodige adviezen te geven. Als we dat allemaal doen, ouders, zorgverleners en ziekenhuizen, denk ik dat we heel snel in deze situatie geraken.